Ze kwamen elkaar tegen bij een benefietconcert voor Oekraïne in Doesburg. Zij, een 20-jarige uit Oekraïne gevluchte zangeres, en hij, een wat oudere Nederlandse pianist. Na een repetitie, moet ik zeggen, van 3 minuten... hebben ze daar samen opgetreden voor 120 mensen. En niet meer dan 4 maanden later brachten ze samen een cd uit. En van die cd komen ze nu een liedje zingen. Richard, jullie hebben elkaar ontmoet. En dan staat er in dat persbericht dat jullie een hele bijzondere chemie hadden. Waar zit hem die in? Dus niet uit te leggen. Toen wij voor het eerst samen speelden en ik haar muziek hoorde voor het eerst. Ik mag zeggen dat ik een redelijk ervaren pianist ben. Toen dacht ik voor iets van, dit kan ik gewoon volgen zonder dat ik daar echt moeite voor hoef te doen. Op de een of andere manier, dat gebeurt eigenlijk zelden of nooit. Ik speel al heel lang, ook in bands. Maar met Nastia had ik eigenlijk vanaf het eerste moment zoiets van, het is geen kwestie van elkaar begrijpen of snappen. Nee, het is elkaar aanvoelen. En dat was eigenlijk vanaf het allereerste moment zo. En dat is doorgegaan tot op vandaag. En waar zit hem dat in dan? Ik denk dat we allebei een bepaald geschiedenis ook mee hebben. Nastia is uit de Oekraïne gevlucht. Ik voel dat, omdat ik zelf oud-militair ben. En dan snap je ook dat wat daar gebeurd is, dat dat zo raakt. En die manier van denken en voelen heeft ertoe geleid dat ik eigenlijk alles wat zij zingt ook op mezelf begon te betrekken. Nastia, you are singing this song now. You are making music here in the Netherlands. You fled your country. How important is it for you to sing these Ukrainian songs? I think it's really important, not only for me, also for Ukrainian people, that a lot of people can hear our language, can support us, and yeah, that's really important for me. Voor Nastia is het heel belangrijk dat mensen in Nederland de taal horen, de mensen leren kennen, de muziek horen. En dat gaan wij nu ook doen, hè? I have no home. Справа в тому, що в мене немає дому, і за правилом добро тону, як за правилом добро ременя, згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста, я чекаю на своє гремі, мене просто нема де сісти, написати свою промову, у мене немає дому. У мене немає дому, у мене немає дому. А люди такі всоти, за день свої бетонні соти, а де їм ще ховати і сохнути людям першого, другого сорту. Люди такі сотнями в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями. Сповнюють все сенсами, сенсами. Справа в тому, що в мене немає дому. Тепер я ніколи нічого нікому. Ти перший, з ким ділю свою колу і більше. Але врешті я втім, як би в мене був дім. Я б лишила його на людей, на котів. Я пошила усіх, я не люблю кутів. А люди такі всоти, за день свої бетонні сути. А деяким ще ховати і сохнути людям першого, другого сорту. Люди такі сотнями в тандемі зі своїми висотками з третього, сьомого. Герцями, герцями, сповнюють все сенсами, сенсами. Ми люди такі. Прекрасно.